Hartelijk welkom bij de feestelijke start van de Flevo Campus. We hebben die puzzelstukken en ik vind juist, kijk, daar is er al eentje. Daar is een tweede puzzelstuk. En ik vind dat jij namens al je collega's wel ook dat derde puzzelstuk mag leggen. Wat wij gaan doen is we gaan een samenwerkingsfaciliteit maken voor gezondheid en voeding. En dat gaan we doen met een aantal partners. Dus het is belangrijk dat TNO hier staat. Maar het is ook Wageningen Universiteit, het is de gemeente Almere. We gaan met elkaar zoeken wat de samenhang is eigenlijk tussen voeding en gezondheid. Die Flevo Campus voor Eres betekent dat het een hele aantrekkelijke plaats wordt waar allerlei partijen bij elkaar komen, waar wij ook van gaan profiteren. Dus het is wat ons betreft ook een kwaliteitsimpuls richting ons eigen onderwijs. Ja, ik denk zeker dat het heel duidelijk is dat voedsel steeds belangrijker wordt voor onze gezondheid, voor onze welzijn, voor het samen eten, de sociale context van eten. Dat ons blijer en gelukkiger maakt en ook heel erg belangrijk is voor de kwaliteit van ons leven. Als ze in de supermarkt staan, waarom pakken ze wel de ene appel uit Kenia of waar ze ook maar vandaan mogen komen, versus waarom niet de lokaal geproduceerde appel? En hoe kun je dat beïnvloeden? Dus ik ben heel erg blij dat we in gaan spelen op vragen die zo ontzettend prangend leven. Mijn wens is echt dat de projecten die we gaan starten ook daadwerkelijk zo succesvol zijn als we hopen dat ze gaan zijn. En dat we ook echt die clustervorming op gang gaan brengen zijn die we beogen. En dus dat er na 2017 ook zulke concrete projecten en concrete resultaten ook liggen. Bijvoorbeeld met studenten, met scholieren, met bewonersvragen. Dat mensen ook echt zeggen, hier hebben we zoveel vertrouwen in, hier gaan we mee door. Mijn wens is dat we met deze samenwerking echt het verschil kunnen maken. En dat we de eerste stappen in 2017. Aantoonbaar kunnen maken doordat we kunnen laten zien dat het een toegevoegde waarde heeft voor bewoners en ondernemers hier. De Veldacademie gaat eigenlijk vraag en aanbod proberen te matchen. De vraag van bewoners in Almere, van belangenverenigingen in Almere, voedsel gerelateerd. Maar het kan gaan over leefstijl, gezondheid, maar het kan ook gaan over economie en werkgelegenheid. De vraag ook van ondernemers. En we gaan die vragen proberen te vertalen naar alle instituten, alle onderwijsinstanties die hierbij betrokken zijn. Nou, wij willen heel graag veel meer inzicht krijgen in wat voeding nou eigenlijk doet met je lichaam, in positieve en negatieve zin. Dan kunnen we er namelijk, als we dat onderzoek doen door data te combineren van verschillende instellingen, dan kunnen we erachter komen hoe we misschien minder medicijnen, medicatie nodig hebben en hoe we ook onze gezondheid beter kunnen beïnvloeden. In een stad waar obesitas en allergie en diabetes een belangrijke rol spelen, is dat een belangrijk punt. En ik denk dat we zo met onze partners ervoor kunnen zorgen dat we Almere een stukje gezonder kunnen maken. Dat het een vliegende start maakt en dat het ook heel zichtbaar wordt voor zowel de bevolking in Almere als ook de ondernemers in en rond Almere van wat het allemaal kan bijdragen. Die Flevo Campus voor Eres betekent dat het een hele aantrekkelijke plaats wordt waar allerlei partijen bij elkaar komen, waar wij ook van gaan profiteren. En onderwijs kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van ondernemerschap door stages, door toegepast onderzoek, praktijkgericht onderzoek op de hogeschool te doen. Mijn wens is dat er vernieuwend onderwijs is wat aansluit bij de jongeren van nu en de innovaties in de voedselketen verder brengt. En dat we met z'n allen die transitie samen teweeg brengen. Ik hoop dat eind van dit jaar dat we wat hebben staan en dat we daar echt mee naar buiten kunnen komen. Als dat ons lukt, nou, dan ben ik heel erg tevreden, moet ik zeggen. Nou, mijn wens voor Flevo Campus 2017 is dat mensen er bekend mee worden. Dat er goed onderzoek uitkomt, goede onderzoeksresultaten. En dat wij snel landelijke bekendheid krijgen. Almere kan als het gaat over voedsel, groen en gezondheid. En dat zeg ik toch zonder overdrijving, een voorbeeld worden in de wereld. Daar hebben we enerzijds de Floriade voor om dat straks te laten zien. Maar we gaan nu een onderwijs-, onderzoeks- en ondernemersprogramma starten om ook daadwerkelijk voor een aantal maatschappelijke vragen en uitdagingen rondom voedsel en groen oplossingen te verzinnen.